Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar vlog hashtag 75 en Zeeland vlog hashtag 1. Ja, ik ga zo naar Zeeland op vakantie. Jullie hebben de afgelopen week de moppenshow online zien komen. Dat komt omdat ik op scoutingkamp was en daarvoor heb gekozen om niet te vloggen, maar de moppenshow te maken en te uploaden. Ik hoop dat jullie dat tof vonden. Op vrijdag is de laatste online gekomen en op vrijdag ga ik ook op vakantie naar Zeeland. Scoutingkamp zou eigenlijk voor mij tot vrijdagavond duren, mijn laatste scoutingkamp. Maar dat is voor mij donderdag geworden, omdat mijn ouders om vrijdag om 11 uur naar Zeeland willen vertrekken. Het is nu 9:55. En jullie zien deze vlog op zaterdag. Maar ja, dus ik ben een dag eerder opgehaald, maar dat heeft een reden. Dit zit misschien niet zo goed, maar zometeen wel. En mensen, ik hoop dat jullie de Zeeland vlog tof gaan vinden. Want wij gaan om 11 uur rijden. Dus dat is bijna. En als er iets nuttigs gebeurt onderweg, laat ik het zien. En anders is het wel weer het huisje in Zeeland. Maar dat gaan jullie vanzelf zien. Dus ja, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. En let's go. Aangekomen het huisje. Die is de tuin. Best groot. Dat was de tuin. De woonkamer. En niets boven. Wat je net zag, slaapt mijn zusje, hier slaap ik. Daar stonden we net. Hier. Slaap mijn ouders. Kast. Badkamer. Boven. Wasbak. Heb ook een spiegeltje bij. Dat heb je ook nodig natuurlijk. Wc boven. Dan hebben we hier nog een uitzicht. Even de raam openmaken. Dat was boven. En ook deels beneden. De wc beneden en de twee voordeuren, schoenen, wasmachine en zo. En hier hebben we dan weer de tuin, de barbecue. Dus het komt allemaal wel goed. Zoals je net gehoord en gezien hebt, ben ik in het huisje in Zeeland. En nog een pauze tussendoor in Dordrecht gezien met dat broodje gehaktbal. Was wel lekker. Ja, als we nu nog iets nuttigs gaan doen, laat ik jullie zien en weten. Maar voor nu is het gewoon even chillen in het huisje. Die jullie net hebben gezien. Best grote tuin. Dus ja, als er iets gebeurt, dan zien jullie dat nu. We hebben 13 kilometer gereden, maar dan heb je ook de zee. Mooi, man. Yes, mensen, we zijn thuisgekomen van het uit eten in Renesse. Ik heb nog de surf and turf en de... hoe heet dat?
Aardbeien Romanov, de Seaside Aardbeien Romanov op. En lekker biertje natuurlijk. Was wel lekker. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze eerste vlog. In Zeeland komen er nog veel aan. Ik heb eigenlijk maar één ding te zeggen. Korte outro dit. Doe blijf ook leuk op deze belletje. En als je geabonneerd bent. En zeg ze dus altijd. Oh, kom met mijn hand tegen de camera. En zeg ze dus altijd. De groeten.